Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een keer een Primark shoeblog. Ik kreeg laatst weer een keer de kans om naar de Primark te gaan. En die heb ik natuurlijk gepakt. Dus ik ben daar even heen geweest. Ik heb, al moet ik het zelf zeggen, hele leuke aankoopjes gedaan. Het is altijd natuurlijk heel persoonlijk. Want wat de een leuk vindt, hoeft de ander totaal niet leuk te vinden. Maar ik vind het toch wel leuk om jullie te laten zien wat ik bij de Primark heb gekocht. Ik zal ook aanbeelden plaatsen van de kleding. Dus ja, mocht je benieuwd zijn naar de spullen die ik bij de Primark heb gekocht, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd in beeld neerzetten. Er zitten een aantal items bij, die heb ik in de sale gekocht. En daar zal ik wel even de originele prijs van opnoemen. Maar de prijs die je dus in beeld ziet staan, die heb ik ervoor betaald. Ik begin even met een t-shirt. En toen ik dit t-shirt zag, werd ik helemaal teruggetrokken naar mijn jeugd. Want dit t-shirt is van de Powerpuff Girls. Ik vond hem zelf echt super leuk. Ik twijfel of het een beetje terugkomt. Ik heb laatst al een keertje make-up gekocht van de Powerpuff Girls. En ja, ik vind het gewoon super leuk. Dus dit t-shirt, hij is leuk roze van kleur. En hier is dan de print. De print is er wel opgedrukt. Dus je moet wel een beetje uitkijken met wassen. Nou was ik dit soort kleding sowieso binnenstebuiten. Maar ik vind hem heel erg leuk. Ik zie bubbels, blossom en buttercup. Ik moet wel zeggen, wie dit een vrouwtje in het midden is, die weet dat, die ken ik niet. Want dat zou ik dus echt niet weten. Ik heb deze in een maatje S gekocht. En ja, je ziet ook nog eventjes een origineel kaartje eraan hangen van de Powerpuff Girls. Maar ik vond deze echt super leuk. Dus daar ben ik heel blij mee. Past het bij een 30-jarige, vraag je misschien af. Nou, ik vind het leuk en ze hebben ze in damesmaten, dus waarom niet? Waarom zou je het dan als 30-jarige niet kunnen dragen? Dus een heel leuk t-shirt in ieder geval. Nou, het shirt van de Powerpuff Girls zit ook echt heel erg leuk. Hij zit eigenlijk heel erg goed voor een S'je. Ik vind dat de print ook mooi uitkomt zo. Hij sluit goed aan, zowel bij de mouwen als aan de onderkant. Dus ja, ik moet wel zeggen dat ik hem echt heel goed vind staan. Ook de kleur roze is gewoon hartstikke leuk als je hem aan hebt. Dus ja, ik vind dat hij mooi zit. Dan heb ik een item wat ik in de sale heb gekocht. En dat is een trui. Dan denk je misschien, waarom koop je een trui? Het is bijna zomer. Dat klopt. Maar we zijn in juni aanbeland en het is gewoon nog steeds koud. Want het echte mooie weer laat nog even op zich wachten. En ik ben dol op de truien van de Primark. En ik kocht een Disney trui en deze was dus afgeprijsd. Deze kostte eerst 10 euro. En dit is een trui met Winnie de Pooh erop. Hij is leuk geel van kleur. Je ziet hier Winnie staan. Ook deze Winnie is er gewoon opgedrukt. Maar ik vond hem zelf wel heel erg leuk. En hier aan de rand zie je dan ook nog even Winnie de Pooh staan. Ik vond hem zelf heel leuk. Ik heb deze ook in een maatje S gekocht. Ik heb al vaker Primark truien gekocht, ook van Disney. En die zitten in maatje S eigenlijk hartstikke goed. Want die vallen best wel ruim. Dat kun je misschien ook wel een beetje zien, dat die een beetje ruim valt. Maar ik vond hem super leuk. En dat is ook zoiets, weet je, ik vind Disney tijdloos. Ik vind niet dat Disney aan leeftijd gebonden is. Ik vond hem echt super leuk. De trui zit heel mooi. Voor een S'je is die eigenlijk prima. De mouwen zitten ook goed, ik vind hem zelfs nog wat groot zitten voor een maatje S, maar ik vind hem wel heel lekker zitten en hij sluit mooi aan. Dan heb ik nog een trui, ook deze is van Disney, wederom in maatje S, ook deze was eerst 10 euro en dat is deze. En hier staat Minnie Mouse op, Walt Disney Minnie Mouse staat er ook op in tekst, ik vond hem in ieder geval hartstikke leuk. Deze is er ook wederom opgedrukt. Maar ik had er wel een trui voor Mickey en Minnie ontbrak nog. Dus ik vond het mezelf wel heel erg leuk. Ook deze valt wel gewoon vrij ruim. Ik vond het kleurtje leuk, leuk roze. Dus ja, ik werd wel heel erg blij ook van deze trui. Ik vond hem hartstikke leuk. Ja, en nu weet je, ze waren nu zo goedkoop dat ik dacht, ja, kan ik hem beter gewoon meenemen. Omdat ik ze gewoon hartstikke fijn vind zitten. Dus die vind ik ook echt wel heel erg leuk geworden. Hetzelfde geldt voor de volgende trui. Ook deze zit heel lekker. Ik vind de stof aan de binnenkant ook vooral heel fijn. Die is heel zacht en die houdt je in de winter ook lekker warm. En ook bij deze zitten mouwen eigenlijk perfect. En
hij valt ook wel mooi, vind ik, aan de onderkant. Dan heb ik een jurkje gekocht. Ook deze was in de sale. Deze heb ik ook in maat S gekocht. En deze kostte eerst 13 euro. En deze heeft een beetje een grijzig kleurtje. Hij loopt vrij smal uit. Dus ik ben ook benieuwd hoe die qua lengte zit. Want ja, ik ben natuurlijk vrij lang. Maar ik vond hem wel heel leuk. Hij is verder niet heel bijzonder. Hij is vrij basic. Ja, ik zeg grijs. Misschien is het meer taupe. Ja, ik vind het, op de camera komt hij voor mijn gevoel anders over dan dat hij in het echt is. Maar ik vond hem in ieder geval wel heel erg leuk. Ik hou heel erg van jurkjes. En ja, nu ze zo goedkoop waren, dacht ik, nou weet je, dan heb ik er gewoon weer wat bij. En ik vond ze gewoon echt super leuk. Dus ja, ik was er wel heel erg, erg blij mee. Het waren ook een beetje de laatste items. Dus ik vond het echt ook wel een heel erg leuk jurkje om ja, aan mijn kledingkast toe te voegen. Ook dit jurkje valt heel erg mooi. Hij is aan de onderkant wel wat korter. Ik zou hier zeker een legging onder dragen, want hij kruipt wel iets op. Maar verder is de pasvorm eigenlijk prima. Hij zit mooi strak en ik vind hem verder mooi aansluiten, ook bij de mouwen. Dus ik vind hem echt heel leuk. Dan heb ik een t-shirtje en deze heb ik in een maatje S gekocht. En deze heeft gewoon een heel leuk printje, vond ik zelf. Dat roze met wit sprak mij wel aan. Ik hou wel van roze. Ik vind de t-shirts van de Primark ook gewoon heel erg fijn. Want ze zitten heel lekker. Het is volgens mij ook katoen. Zou dat ergens in staan? Ik zal eens even kijken of er een maatje in zit. Het voelt aan als katoen namelijk. Even kijken hoor. Zal het toch wel opstaan? Ja, zie je? Het is 100% katoen. Dit zijn gewoon ook van die lekkere t-shirts, want die ga je niet zo mee zweten. Want ik ben wel iemand die snel zweet, maar in katoen heb ik daar niet zoveel last van. Dus ik vond deze ook wel heel gezellig qua print. Het t-shirtje valt ook leuk. Ik vind hem heel leuk zitten bij de mouwen. Sluit ook weer mooi aan de onderkant. Ik vind de print er zo ook heel mooi uitzien. Ja, ik vind hem gewoon heel leuk en hij zit heel lekker, vooral omdat het katoen is. Dus ik ben er blij mee. Dan heb ik het jurkje wat ik net liet zien ook nog in het zwart meegenomen. Deze heb ik ook in een maatje S. Ik kon eigenlijk niet kiezen, hè, omdat ze nu dus zo afgeprijsd waren. Want deze was dus, zoals ik al vertelde, eerst 13 euro en dus nu afgeprijsd. En ja, ik ben toch ook altijd wel heel erg dol op zwart. Hij is verder gewoon helemaal hetzelfde. Maar als je dit gewoon leuk combineert met een riempje bijvoorbeeld, is het ook hartstikke leuk. Ik hoop dat de mouwen ook een beetje lang zitten. Maar ja, ik vind hem zelf wel echt heel erg leuk. Dus ja, gewoon twee dezelfde jurkjes tegen elkaar vind ik wel leuk. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat dit voor stofje is. Staat er wel in natuurlijk. Net had ik het zo gevonden. Oh, hier zit ook polyester in. Dus dit is wel een stofje wat wat meer zweet. Maar ik vind hem wel hartstikke leuk. Dus daar werd ik ook wel heel blij van. Dan heb je wel twee dezelfde, maar dat vind ik niet erg. Want dan, ja, kun je het gewoon een beetje combineren of gewoon een beetje achter elkaar dragen, zeg maar. En als je dan de ene in de was hebt zitten, heb je nog een andere. Dus ik vond hem echt heel leuk. Nou, over dit jurkje heb ik niet heel veel meer toe te voegen. Hij zit eigenlijk precies hetzelfde als de andere. Ook deze heeft zeker een legging nodig. Het komt echt wel door de S. Dat hij iets korter valt bij de benen. Maar verder bij de mouwen is hij heel mooi. En ik vind dat hij daar echt mooi nauw aansluit. En ja, ik vind hem verder echt heel leuk vallen. Dan heb ik nog een t-shirtje gekocht. En deze heb ik in een maatje XS gekocht. En ik vond de tekst vooral heel leuk die erop stond. Er staat op Take Your Dreams Seriously. Dat is deze. Hij is dus grijs. Ook deze zal van katoen zijn. Deze stof is er niet opgeplakt. Die zit wel echt meer ingeweven in het shirt zelf. Ook deze zou ik binnenste buiten wassen. Maar ik vond hem wel heel leuk. Ik weet dat de Primark kleding tegenwoordig soms best wel groot valt. Dus een XS die valt soms ook nog gewoon als een S. Dus ik heb gewoon het risico genomen.
Maar ik vond de tekst gewoon heel erg leuk. En ja, zoals ik net al zei, ik vind de t-shirts van Primark gewoon hartstikke fijn. Dus die is ook meegekomen. Dit t-shirt zit eigenlijk ook prima. Ik zie eigenlijk dat hij XS prima kan hebben. Want hij zit misschien iets anders als het S'je. Maar ik vind hem verder wel heel mooi aansluiten. Zowel aan de onderkant en ook bij de mouwen. Even een beetje draaien. Dan heb ik een broekje. En dit zijn dus van die, ja, eigenlijk een soort korte joggingsbroekjes. Daar lijkt het een beetje op. Ik heb deze met een soort zebra printje. Ik heb deze in een maatje XS trouwens. Want ja, S zag er best wel groot uit. En je kunt hem wel nog aanstrikken bij de koordjes, want die zitten eraan. Ik vind dit soort broekjes gewoon heel erg lekker zitten. In de zomer, want deze zijn ook van katoen als ik het zo voel. En ik zal even kijken hoor, of dat erop staat. Ja, deze zijn gewoon van katoen. En vooral als je dus heel warm weer hebt, zijn deze broekjes, zitten ze gewoon echt ideaal. Ik weet niet of ik er heel snel in naar buiten zou gaan. Ja, misschien ook wel. Maar goed, mijn leven speelt zich toch voor het grootste gedeelte binnenaf. Dus ik vind dit soort broekjes voor de zomer gewoon hartstikke lekker. En ik vond dit printje gewoon wel leuk. Het broekje zit echt heel erg mooi. Ik vind hem nog vrij lang zitten. Hij valt tenminste aan de achterkant ook heel mooi. Ik vind het printje gewoon heel leuk. En voor een XS valt hij echt heel erg mooi. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee dat hij zo goed valt. Dan heb ik nog een jurkje uit de sale. Deze kostte eerst 13 euro. En die was dus nu afgeprijsd. En deze ziet er zo uit. En ik vond hem echt super leuk. Ik vind allereerst heel erg leuk printje. Ik vind de mouwtjes ook heel leuk. Want het zit een beetje... hoe moet ik het uitleggen? Het rekt een beetje mee. Maar als je hem aan hebt, zal hij wat strakker om je arm zitten. Doordat er een stiekje in zit. En ik vond de onderkant ook heel leuk. Want die heeft... Ja, die loopt een beetje zwierig af, zeg maar. Aan de achterkant zit een knoopje, waardoor je hem open kunt maken om hem aan te trekken. Daarna moet je hem sluiten. Dat wordt misschien nog wel een dingetje, omdat ik natuurlijk alleen ben. Maar dat krijg ik vast wel voor elkaar. Dan heb je eigenlijk gewoon een heel leuk oogje, waardoor je eigenlijk... Dit gaatje zie je eigenlijk gewoon een klein stukje van je rug. Deze voelt ook aan als katoen. Maar ik vond hem in ieder geval wel heel erg leuk. Ik had deze in een maatje... S ook. Ik zal even kijken of ik gelijk heb of het katoen is. Want zo voelt hij wel aan. Tenminste, als het erin staat natuurlijk. Dat is altijd even de vraag. Ik zie hier zo snel niet een maatje zitten. Oh, hier zit hij. Even kijken. Is dit katoen? Oh nee, dit is viscose. Nou ja, er zit ook nog een extra knoopje bij. Voor mocht je je knoopje verliezen. Maar ja, ik vond hem gewoon heel leuk. Dus ik dacht ook een keer wat anders. Ook weer een beetje buiten mijn comfortzone qua printje. Dus hartstikke leuk. De jurk vind ik echt heel leuk vallen. Hij zit eigenlijk leuk bij de mouwen. En ook aan de onderkant valt hij mooi. Ik vind de lengte echt heel erg fijn. Ik zou er zelf nog wel een extra broekje onderaan doen. Zou ik hem zonder legging dragen, maar over het algemeen zou ik er denk ik wel een legging onder dragen. Dan heb ik nog een broekje meegenomen en deze vond ik ook super leuk. Ook deze is in maatje XS meegekomen en deze is roze met witte streepjes. Vond hem wel leuk fleurig. Zoals ik net al zei, je kunt ze heel makkelijk aantrekken door de touwtjes. Maar dit soort broekjes zijn eigenlijk ook best wel lekker als je een dagje naar een pretpark gaat. Ik zei net wel van, zou je dit snel aantrekken naar buiten? Maar eigenlijk zijn deze broekjes voor een dagje pretpark hartstikke lekker. Als je mooi weer hebt en je wilt niet een hele strakke broek aan. Deze zitten gewoon lekker comfortabel. Ik denk dat je hier heel erg lekker in kan bewegen in een dagje pretpark of waar je heen gaat. Dus ja, ik vind ze zelf gewoon heel fijn. Ik heb er nu al een paar, maar ik wilde er eigenlijk toch even nog wat bij hebben. Want ja, als je het van de zomer heet hebt, dan en je zweet wat sneller, doe je natuurlijk wel wat sneller in de was. Ik heb er nu net eventjes wat lipstick aan gesmeerd. Dat was niet zo heel handig, maar oké. Ik ga het toch eerst nog wassen, dus deze leuke.
Nou, ook dit broekje zit fantastisch, omdat je hem goed kunt aanstrikken, ook nog met de touwtjes. Hij zit zowel aan de bovenkant heel mooi als aan de onderkant. Ik zie wel dat deze een beetje doorschijnt, dus je moet wel uitkijken wat voor kleur ondergoed je eronder draagt. Maar verder zit hij echt perfect, net als de andere. Dan heb ik een duster meegenomen, of een badjas moet ik zeggen. Ik heb zelf wel een aantal badjassen. Eentje is echt heel warm. Dat is echt zo'n winterbadjas. De andere is gemaakt van satijn. Die zit ook niet heel erg... Zit wel heel lekker, maar eigenlijk voor de winter net niet te warm. Dus echt meer een herfstbadjasje. Maar deze, die leek me dus super lekker om te dragen na het douchen. Want het is een soort badstof, lijkt het wel. Ik heb deze in een maatje M genomen. Omdat ik het wel fijn vind als een badjas iets groter is. Ik weet niet precies waar deze van gemaakt is. Maar hij voelt heel comfortabel aan qua stof. Zit polyester in. En dus eigenlijk voor 98% katoen en 2% polyester. En wat ik heel handig vind, er zit dus een extra knoopje bij. Dus als je de badjas aantrekt, kun je deze eerst dichtknopen. Dan blijft hij al goed zitten. Nou, en dan trek je hem zo naar elkaar toe. En dan kun je hem met deze nog dichtmaken. Dus dit vind ik gewoon heel lekker na het douchen, weet je wel. Of gewoon als je het s'avonds koud hebt, lekker je badjas. Ja, je had deze ook in het wit, maar ik vond grijs toch leuker. Dus die... De badjas zit ook echt heel erg mooi. Hij zit heel lekker. Ik vind de stof heel erg fijn. Hij is aan de onderkant ook mooi qua lengte. Je kunt hem lekker dichtstrikken. Ik vind hem bij de mouwen ook echt prima zitten. En ja, ik vind hem echt gewoon echt heel fijn. Dan heb ik twee keer pakjes meegenomen. Want... ja, ik heb toch altijd van die pads nog wel nodig. Want ook voor het verwijderen van mijn nagellak vind ik het heel fijn. Dus ik heb er even twee meegenomen. Want ze waren eigenlijk heel goedkoop daar. Dus ze waren volgens mij goedkoper als hierop staat. Maar goed, dat zullen we in beeld zien. Er staat hier dat ze 75 cent zijn. Maar volgens mij waren ze in de aanbieding nu. Dan heb ik gelijk weer eventjes een heel stel. Want ja, die dingen die gaan er ook als een malle doorheen. Dus die vond ik gewoon even handig om mee te nemen. Het laatste item wat ik heb gekocht was ook afgeprijsd. Dit was eerst 8 euro. Dat is een highlight palette. Het Rosé Luxe palette. Dat is deze. Hier zitten, kijk, 4 mooie highlightertjes in. Er zit geen spiegeltje in verder, maar wel hele leuke gekleurde highlightertjes. Ik heb ze zelf niet kunnen swatchen, want er lag geen... Er was geen mogelijkheid om, een tester te proberen. Het doosje sluit door middel van een magneetje. En de kleuren heten Fantasy, Mood, Cheer en Lucky. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. En omdat hij nu eigenlijk zo goedkoop was, wilde ik hem wel eens proberen. Dus ja, gewoon een heel leuk highlighterpaletje waar ik ook wel heel erg nieuwsgierig naar ben geworden. Nou, dan waren dit alle aankoopjes die ik deed bij de Primark. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Ik vond het leuk dat ik ook nog een aantal sale items heb kunnen kopen. Ondanks dat het misschien meer wintergerelateerd is. Maar dat maakt niet uit, want ja, in de winter kan je ze ook gewoon aan. Maar ik ben in ieder geval heel erg blij met de spulletjes. De badjas vind ik ook echt fantastisch. Maar ja... Ik kan in ieder geval weer eventjes lekker vooruit. Ik ga dit lekker eerst even uitwassen en dan ga ik het met veel plezier dragen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vond, want ik heb gekocht. Misschien vond je helemaal niks leuk hoor, wat het dus is dat het kan ook. Want zoals ik zei, smaken verschillen. Maar ik ben er in ieder geval heel erg blij mee en ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. En ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video online heb gezet. Vond je deze video leuk? Doe ze zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!